Ik meen het serieus. Ja. Dit moet echt gefixt worden. Mam, ik sta verschut. Hallo lieve allemaal. Goedemorgen. Het is maandag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar die liepen even iets anders deze nacht. Jola die heeft echt de hele nacht door moeten spugen. Zo zielig. Echt niet leuk. Ik hoop dat het vandaag beter gaat. Ik heb haar een theetje gegeven, een broodje gegeven. Ze ligt nu boven op bed met een grote bak naast zich waar ze al de hele nacht mee ligt. En ik heb alles beneden in haar slaapkamer opgeruimd. Het was geen leuk werkje. Ik moet nu eventjes weg naar een PR-bureau. Bart is sporten, die komt zo thuis en die blijft even bij Jax. En dan in the rest of the day kan ik mijn nieuwe camera weer verwachten. Niet echt nieuw voor mij, gewoon weer dezelfde. Maar ik kan in ieder geval weer lekker door met vloggen. Dus ik doe dat nu even met spiegelreflex. Jawel, ik was vandaag met de Tesla en ik heb dit gewoon zelf ingeparkeerd. Gewoon zelf, hè. Camera Canon G7X nummer 3. Dit keer heb ik hem bij Coolblue besteld. Dat komt omdat, thank you for the tip Kelly, zij deze camera's met een extra verzekeringsmogelijkheid aanbieden. En dat is dan ook tegenvallen en stoten. Nou, dat is hartstikke mooi, want dat heb ik gewoon echt nodig, blijkbaar. Tada! Ja, ik was meer excited geweest als het de Sony was geweest, waarschijnlijk. Ja, omdat je nu al precies weet wat je hebt. Back in business! Kijk, dit is dus iets wat ik echt niet snap kennen. Waarom hebben jullie tegenwoordig dit zo gedaan? Met hele kleine mini schroefjes die dus super snel losgaan. Want echt, het is gewoon niet stevig zo. Eerst, de eerste Canon G7X, die had gewoon dit alleen. Dat was veel steviger. Nou, dit is natuurlijk zodat je zo kan filmen en dan zo kan kijken. Maar ja, dat kon in principe zo ook wel. Dus dat vind ik heel erg jammer. Daarbij natuurlijk het bekende probleem dat hier de microfoon zit. Dat je er geen externe microfoon op kunt aansluiten. En dat hij af en toe een beetje slecht focust. We gaan het er weer mee doen. Eens even kijken wat we allemaal moeten halen. Dus mijn lieve checksje. Zit je lekker verscholen, schatje? Oké, beetje maf deze muts. Maar ik kon zo snel even niks anders vinden. Dus vandaar. En nu met de boodschapjes terug naar huis. Meer kan ik niet van maken. Ik had trouwens dit leuke jasje voor Jax gekocht bij de H&M. In de stalen. En het mutsje ook. Hoi! Lekker. En nog een heel lekker pakje erbij. Dit pakje, speciaal voor de windsport, want die is super lekker warm. En nog een shirtje. Niet om mee te skiën, maar natuurlijk, maar gewoon lekker eronder. Niet dat Jax gaat skiën. Nee, Jax heeft wel gewoon een pak. Nee, ja, hij heeft wel een skipak, maar hij gaat nog niet skiën. Nee, niet zo. Gewoon dat hij daar lekker warm is. Ja, lekker spelen, schat. Gaat iets beter hier, hè? Iets beter, dan ja. Gaat het, ja. Ik heb niet meer gepotst de komende 5 uur of zo. 4, 5, ik weet niet. Maar... maar ik heb nog wel gewoon buikpijn. En je zal vast ook wel heel erg moe zijn. Ja. Met bijna niet geslapen vanaf 2:30 s'nachts. Misschien alleen heel even mijn ogen dicht gedaan en rusten maar. Het is niet gelukt om in slaap te komen. En dan moest ik om 1:30 uur spugen in de nacht. Dus ja, ik ben wel een beetje moe. Ja. Oh. Komt wel goed, schatje. Zo, ik heb Jola maar gewoon even laten beslissen over het eten. Want dan hebben we het meeste kans, denk ik, dat ze iets gaat eten. Als het iets is wat, ja, waar haar lichaam eigenlijk om vraagt. En dat wordt spaghetti vandaag. En dat doe ik dan met
deze groente en met courgette. En nog wat bonen. Dit is voor hapjes voor Jacks maken. En dat ga ik doen met aardappelen die we nog hebben. En ook met wat courgette. En met deze ook nog. Niet dit bij elkaar, maar dat is eigenlijk voor andere verschillende hapjes. Is dat die ik voor Jacks ga maken. En voor de rest gewoon even wat groenten voor de fruithapjes en fruit tussendoor. Dat als ik terugkom van boodschappen doen, dan eet ik hier een paar van. Take a chance. Living life for just one night. No looking back. Cause tonight will make you right. And I can't tell you, you have to see. Let me show you, I'll set you free. A world unknown, pure ecstasy. No looking back, just come with me. Morgen, ik heb even lekker gesport, as you can see. En Jax is lekker aan het spelen met zijn mooie pakje. He? Heb jij zo'n kekpak? Hallo, wat doe jij? Hallo? Hey! Oh-oh! Volgens mij wordt het tijd om dit bed nog lager te zetten. Probeert hier iemand bij me te komen? Hey, grote man. Heb je je mantel aan? Kijk hem met zijn mantel hoor. Heb je je slijer? Ja, lekker. Hij kan dus hier hey. Al overheen, hè? Als hij wil, schat. Ik meen het, serieus. Ja. Dit moet echt gefixt worden. Jongens, vergeet het maar met leuke dingen in je huis. Want deze plant staat hier heel leuk. Maar ja, dat kan dus niet. Want hij gaat hem any moment opzij trekken. Op zich of zo. Dus dit gaat weer even weg. Boven op de tafel. Heel stijlvol. Maar liever dat dan een plant op je hoofd. En dan maak ik me ook alweer zorgen over die punten op die box. Dus... Dat had ik gisteren dan zo gedaan. Ja, zo. Nou, opgelost. Hoi. Het gaat weer heel goed met mij. Jola voelt zich weer toppie. Ja. Alleen dus ze nog... gaat meteen maar weer feesten. Ja, vanavond is de disco op school. En het thema is Winter Wonderland. Wonderland. Ik was een klein beetje vergeten dat Jola vandaag disco had op school. Dus dan gaan we nu maar even snel, we hebben nog wel even tijd. Ik heb turnen even snel afgezegd. Dus je hebt nog 2-3 uur de tijd voor een Winter Wonderland outfit. Maar wil je echt een vette Winter Wonderland outfit? Of heb je zoiets van, mam, doe maar even een beetje normaal, want anders sta ik misschien een beetje verschut. Wat wil je? Wat wil je? Wel echt een vette? Dus we gaan ervoor? Ja. Maar misschien, ik dacht misschien aan, ja, maar ik wil sowieso een jurk. Een jurk? Ja, een jurk. Heb je een jurk dan? Ja. Winter Wonderland is echt een beetje wit en zo, hè? Ja, ik wil een jurk. Want je Frozen jurk is van toen je 5 was, hè? Die pas ja, maar die wil ik niet. Kijk, misschien dacht ik aan die Patrol jurk. Misschien. Hè? Die is echt niet wit. Nee, maar dat is ook misschien... echt geen Winter Wonderland jurk. Dat die kerstjurk. Kerstjurk. Die zwarte met dit hier zo. Is dat Winter Wonderland? In mijn idee is Winter Wonderland iets wits en iets magisch. En ja, dat. Zo. Ja, maar dan moeten we nu voor... Ja, hij is overal continu aan het staan. Jola schrikt ervan. Maar dat gaat als een stierenlier. Ik ga even hapjes maken voor Jax. En dan beginnen we met macaroni. Verder heb je daarvoor nodig bloemkool en tomaten. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Zo, en wat vind je ervan? Seriously? Seriously? Seriously?
Anders doe je deze sokken aan. Die heb ik nog van vroeger. Wat? Ik noem dat, als ik dat nu zie bij mensen op feest, dan zeg ik zo, je maakt het echt te bont. Hoe noem je dit ook alweer, die dingen? Bonsokken. En dit hoort alleen bij je... Maar het thema is Winter Wonderland. Dit hoort alleen bij je kuit te zitten, hè? Ja. Een soort yeti. Een verschrikkelijk sneeuwbal. Ja, ik vind het wel heel vet. Het is wel echt maar heel cool. Het thema is Winter Wonderland en we hebben geen Winter Wonderland kleding. Dus dat is het probleem. Dit jurkje is toch heel erg kek, zo bij elkaar bedacht. Nee. Dat topje was je vroeger helemaal fan van. Ja, een topje! Maar nu ben ik er te groot voor. Doei! Mam, ik sta verschut. Is het lekker? Ja. Ja? Wat is nja? Ja. Nja? Ja. Nja. Nee, ja. Nee, ja. Mam, ik zei ja. Oké. Ik heb een nieuw liedje en dansje op een, moeder kiest jurkje uit. Oh. Zit jij mij nou voor z'n kut te zetten? Ja, jij zit mij voor z'n kut. Dan zet ik jou ook voor z'n kut. Ongeveer een uur discussies met Jola over haar kleding verder. Ga ik nu echt even Jack's eten afmaken. Dan was ik ook nog steeds aan het koken, want volgens mij heeft hij er heel veel zin in. Hoppa. Zo gaat dat koken bij ons, hè? Ja, met jengelbengel erbij. Ik heb zijn hapje nu trouwens even in de blender gegooid. Maar. Daar is hoor. Prachtig ben je schat. Maar beter nog is het gewoon brakken. Want dan is het wat minder. Dun. Maar het is wel even goed. Er zitten wel wat harde stukjes in hoor. Zo. En hier nog wat. Het gaat in de vriezer. Wow, nou Jola is zeker klaar voor de disco. Dit is haar outfit geworden. In donker? Ja. Wow. Heel gaaf joh. Tada! We have some new light over there. Finally. Ja, ik weet het. Gordijnen nog steeds niet gefixt, maar work in progress. Jee, slaapkamertijd. En al ziet tijd. Heerlijk. Oeh, ik moet nog een wasje opvouwen. Dat gaan we zo doen. Terwijl ik een serie ga kijken. Ik heb er nog één, want er staan er nu 3 online. Van iets wat ik echt mega leuk vind. Het heet Oogappels. Ik hou van dit soort series. En helemaal met die onwijs herkenbare dingen erin. En er zit dus echt een super herkenbaar stuk in. Braga van Doesburg, die speelt een vlogger. Dan wel echt een foodie vlogger. Maar het is hilarisch, die stukjes. En sowieso vind ik het wel heel erg grappig. Want het is een beetje, ja, luizenmoederachtig. Maar dan langere afleveringen. En dan gaat het dit keer allemaal over ouders met oudere kinderen. Dus een keertje niet die kleintjes, maar de ouderen. Dus hele herkenbare dingen voor mij vanuit mijn... Ja, je eigen jeugd en eventueel weer straks met Jol. Dus dat is echt superleuk. Ja, ik hou ervan. Echt een aanradertje. Oogappels. Bart is in the bed. Finally. Ik moest even Sicario 2 kijken. Of Sicario. Sicario. Sicario 2. Sicario 2. Ja, ik dacht ik vlog dit stukje nog even. Want anders denken jullie dat wij tegenwoordig niet eens meer samen in slaap vallen. Maar zo erg is nou ook weer niet. Nee. Het is helemaal niet erg. Nee, want ik ga nu helemaal in de dekens tegen jou aankruipen. Op mijn borst.
Want het is super koud op mijn favoriete plekje. Thank you for watching. See you later in de volgende vlog. Woensdag. En dan ga ik weer iets leuks doen met Jol. Een ratslag. Want morgen is Jola vrij. Ja. En we gaan iets doen, maar we weten nog niet wat. Ja. Veel plezier. Ik moet werken. Rock that joint.